fantastisch hebt gezien. Ik weet niet of je het uitzicht zo kunt laten zien, maar... Ja, ah, dat... Nee. Iets van een future show, hè? Ja. Het uitzicht is ook echt heel mooi. Adembenemend. Echt heel mooi. Om zo dit met z'n vieren te ervaren. Het was een rollercoaster aan emoties dit afgelopen seizoen. Maar we staan er en we blijven staan. En we gaan ervoor. Mede dankzij jullie. Zeker weten. Ja, alleen maar dank, kan ik zeggen. En ik ben ook heel dankbaar. Dankbaar dat we gewoon zo'n mooie klantenkring hebben. En wat een raar, wat Mo al zei, een rollercoaster. Hoe bizar dat je in het begin staat van een nieuw seizoen. Al je stylingsavonden hebt gepland. Alles hebt ingekocht. En dan moet je in één keer de sleutel omdraaien van de winkel. En dan ben je dicht. Dat is zo bizar om mee te maken. En ja, waar gaat het heen? Wat gebeurt er met ons? En dan mogen we zo dat seizoen afsluiten. Ik echt, jullie maken me heel gelukkig. En deze meiden ook. Fantastisch. Ik vind het een topteam. En ja, ik brabbel maar weer wat. Ja, je hoeft niet te huilen, dus dat scheelt alweer. Ja. En Mo, wat vond jij leuk? Wat ik leuk vond, nou, het leukste vond ik natuurlijk dat Moosje mee mocht. Ja, dat is heel fijn dat mijn Moosje mee mocht. En dat hij lekker speelde met alle andere hondjes. Lekker ging zwemmen. Ja, nee, ik geniet altijd. Ik moet altijd lachen als wij 's ochtends beginnen. Dan komen we aanrijden allemaal. Dan zijn we nog een beetje duf. En dan nemen we een kopje koffie. En zo, oh ja, we gaan filmen. Ja. En we kleden ons om en dan begint het. Ja. En dan Moosje, is het altijd weer leuk. En Moosje gaat piepen onderweg naar... Ja, die is heel blij. Die weet als ik de bocht om ga, dat ik de hol terug ga rijden, dan weet hij al, we gaan naar de Vissen Farm. Die is helemaal blij. Hoe blij je? Heb jij trek? Ja. Ik zie het ook. Ik heb ook trek. Zie je het aan me? Zie je bij mij niet? Ja, dat is ook. Energie. Ja. Die straalt trekheid uit. Ja. San, wat vond jij het hoogtepunt? Ik vond het een bijzonder moment. Een heel bijzonder moment. Dat we met ons vieren zo hard hebben gewerkt. Om de webshop weer op te krijgen. Maar het meest bijzondere vond ik dat we weer open gingen. Na 5 weken. En de dingen, wat er toen de eerste 2 weken gebeurde. Aan verdrietige verhalen. Ja. Ja. Aan mensen die zo blij waren om ons weer te zien. Nou, jeetje. Dat zal ik mijn leven lang gewoon niet meer vergeten. Nee. En het waren heel heftige verhalen. Dus mensen hebben verhalen en dat delen ze in dat opzicht wel heel erg met ons. Ja, dat maakt... En dat was toen, dat pretendeerden we altijd wel te zeggen. Maar zo heb ik nu ook echt, denk ik, niet alleen ik, maar ook jullie ervaren. Ja, zeker. Het is heel mooi als mensen dat willen delen met je. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja. En jij vindt... Nou, wat ik een bijzonder moment vond. Bingo, ja, vond ik een heel bijzonder moment. Dat was heel leuk. Met Amber. Ja. Ja, met Amber, ja. Ja. Ik vond de bingo heel leuk. Hoeveel mensen daar ook hele leuke reacties op gaven. Heel gezellig. Ja, dat vond ik ook. Denk ik wel heel bijzonder inderdaad dat we dicht gingen. En dat, dat we dan na 5 weken weer open gingen. En dat wat er in die 5 weken eigenlijk gebeurd is. Hoe we samen zijn gekomen, hoe we veel met elkaar hebben samengewerkt. Ja, al was het aan een webshop, al was het aan Fashion Farm TV, al was het ideeën bedenken. Aan van alles eigenlijk. En dat vond ik heel mooi. Ja, dat vond ik heel mooi. Dat vond ik denk ik een heel bijzonder moment. Hoe dat dan als team zijn en hoe we weten dat het goed zit. En dan toch een bevestiging krijgen ook daarvan. Dat we met z'n viertjes gewoon het goed met elkaar kunnen opschieten. Dat we er echt voor gaan, dat we ideeën hebben, doelen hebben. Ja, ik vind dat heel bijzonder. En ook, ik denk ergens op het hoogst haalbare in dat opzicht. Ja. Je wil natuurlijk iedereen blij maken, maar dat je dat ook met z'n vieren zo kan waarmaken voor iedereen. Ja. Veel ideeën. Ja. Ja. Veel brainstorm. Ja. Nu ben ik wel een beetje simpel met mijn lunch, maar als ze allemaal gezegd hebben, ben ik het helemaal mee eens. Wat simpel. Oh, ja, maar jij komt ook ergens mee. Ja. Sinds dat we open zijn gegaan, heel bijzonder in het feit wat er allemaal inderdaad van verhalen kwamen. Hoe mensen er zo, wat voor impact het heeft gehad. Hoe, dat is best wel
dat is wel heftig. Maar dat is sowieso, denk ik. Jullie delen veel met ons en dat vind ik vind dat persoonlijk heel mooi. Ja, vind ik zo. En ook heel dankbaar daarvoor.